We zijn er aan het opnemen. Nu wel. Ja, oké, ja. En ik doe dat eerst niet graag zoiets, dus... Gelijk in wat je doet, als je passie ziet in mensen, dat straalt zo naar boven, dat geeft je energie om zelf verder te doen. Ik heb altijd dus zoiets, ik wil altijd een sfeer creëren waar iedereen een soort veiligheid voelt. Een soort, ja, dat hij op zijn gemak is. En dan vind ik, kom je veel gemakkelijker tot een dialoog. En ik vind dat het belangrijker is om te kijken naar wat wel kan. Wij maken bijvoorbeeld nooit geen opleidingen van de beperkingen. Wij zoeken naar kansen. Dus ik denk dat we daar ook met een uitdaging zitten als organisatie. Hoe kunnen we het stigma maatschappelijk ook verminderen? Hè? Welke stelling nemen we daar ook in? En hoe tonen we ons en hoe tonen we onze cliënten en geven ze maximale kansen voor herstel in de maatschappij? Samen op weg gaan, in beweging dus, met mensen en inderdaad niet voor mensen, maar samen met mensen. Ja, het is niet omdat er iemand een ander idee heeft dat niet goed is. En zo door overleg tot één idee te komen, dat vind ik altijd leuk om te doen. Als je binnenkomt en je komt bij een bewoner die in zijn bed ligt, die slechtziend is, en je zegt goedemorgen en de bewoner begint te lachen, dan denk je van ja, ben er. Ik kan iets bieden, ik kan een meerwaarde zijn, de bewoner herkent mij en dat zit echt in kleine dingen. Kijk, jullie zijn expert in het klinisch werk, laat dan ook van jullie horen hè, en zeg ook waar het op staat en waar het niet op staat. Hè. Ja, dat lukt niet altijd, dat is altijd met een beetje vallen en opstaan. Hè. Maar ik vind, dat moet je niet opgeven en opnieuw proberen. En soms ja, loop je een keer met je hoofd tegen de muur, maar je leert daar lessen uit en dan weer opnieuw.